allemaal. Yes. Ja. En Marloes, ga je nog een beetje zitten? Nou, het is al een kippenkontje hebben, dat gaat niet. Nou, inderdaad, we zijn weer helemaal volgepakt, vol beladen. Op naar ons event. Dat deed ik niet, hè? Dat was een beetje te laat, want ik was de kunst bezig. Zullen we rennen? Laten we rennen. Ik moet wel op de positie lopen, hè? Ik moet naar mijn tenen naar haar oren, maar mijn energie moet mij weer binnen. Als ik nou mijn energie daar ga geven, stop ik er. Hè? Dan draai ik er. Eerst even lekker laten rennen. Dat is wat ik wil. Nu neem ik mijn energie eruit, net als net. Ik moet niet echt meewerken. Hij doet het wel een deelpark, toch? Oké, nou ga ik langzamer. Geef die buitenlijn beter dan net. Ja? Als je bent 2018 is het een IJslander. Een beetje een doerakje, maar wat een leuk paard zeg. En dan zie je maar weer hoe belangrijk het is dat we paarden toch wel de juiste training en duidelijkheid geven om ze te verbeteren. En voor mij is het ook altijd wel mooi om te zien wat een dubbele lijn is. Dat je net wat consequenter kan reageren op zijn gedrag. Ik vond het superleuk. Nou, nu gaan we op 20 minuutjes gaan we een demo geven in de ondernemerspiste. Waar we eigenlijk die kwijt dat combination trainingen zichtbaar gaan laten worden. Ik heb er alweer helemaal zin in.